Ida Gerhard was een klassiek dichter. Ze schreef gedichten met een strakke vorm. Het landschap van de IJssel en haar religieuze achtergrond spelen in die gedichten een belangrijke rol. In de periode dat de vijftigers de dienst uitmaakten, is haar poëzie wat op de achtergrond geraakt. Maar in 1979 kreeg zij de PC Hoofdprijs en werd haar werk gewaardeerd. Ze is speciaal Hebreeuws gaan leren om de psalmen opnieuw te vertalen. Haar werk blijft van een grote schoonheid. Oud worden is het eindelijk vermogen ver af te zijn van plannen en getallen. Een eindelijke verheldering van ogen voordat het donker van de nacht gaat vallen. Het is een opengaan van vergezichten, een bijna van gehavendheid genezen, een aan de rand der tijdeloosheid wezen, of in de avond gij de zee ziet lichten. Het is allengs een onomstotelijk weten dat gij vernield zult wezen en herschapen, wanneer men van u schrijven zal ontslapen. Wanneer uw naam op aarde is vergeten.